Aan de koffie, jullie weten dat het over 3 weken Rode Markt is? Oh, 3 weken al? Dat meest toch niet. Lammert, een jaarlijks terugkerend evenement met de drank rond. Jazeker. Het evenement, de drank rondbrengen of het, de Rode Markt parade, wat bedoel je? Ja, alles eigenlijk. Ja, dat klopt, ja. Ja, we gaan een stukje motivatie rondbrengen, Jan. En dat is gesponsord volgens mij? Gesponsord inderdaad door een aantal horecaondernemers inderdaad. En ook een Jumbo Jansma. En ook vanuit de vereniging zelf sponsoren wij de consumpties. Een beetje ter stimulans om de laatste weken nog wat gang te zetten in het bouwen van de wagens. Dit onderwerp dat is mythes en legendes en wij maken Eldorado. En Eldorado is de gouden stad in Zuid-Amerika. Het is ook wel een beetje werk. Dat is zeker een beetje werk, ja, absoluut. En animo genoeg om te helpen? Ja, klopt. Allemaal een beetje vast clubje wel wat, dus mensen weten wel een beetje wat ze doen moeten. Dat is ook wel makkelijk. Dus nee, dat gaat goed. Nou, als ik zo kijk, komt het ook allemaal goed en ik wens jullie heel veel succes daarbij. Dankjewel. Egbert, jij loopt met alcohol of met geen alcohol? Nee, dit is alcohol. En dat is voor de bouwgroep hier? Ja, het is gebruikelijk dat ze wat te drinken krijgen aangeboden van Volksmaken. En daarvoor zijn we het rondje aan het maken. En je gaat bij iedereen langs vandaag? Het is wel de bedoeling dat we bij iedereen langs gaan vandaag, ja. Zet maar gauw in de koelkast, want het is hartstikke warm. Dat gaan we doen. Maar een kleine vraag, zijn we het wiel aan het uitvinden? Nee, niet het wiel. Wel een katrolletje voor boven in het torentje, zeg maar. Wat gaan jullie uitbeelden? Wat is het thema? Klaas Vaak. Dat is het mannetje van het korreltje zand in de oogjes. Ja, klopt. Ja. Nog 3 weken en dan. Maar redden jullie dat? Gaan wel vanuit. Het is voor mij de eerste keer, dus het is nog een beetje nieuw voor mij. Maar ze zeggen dat het goed komt, dus dan gaan we er maar vanuit. Nou, succes met de katrol. Mooi, dankjewel. Klein vraag, hebben jullie nu al een prijs gewonnen? Nee, we hebben reclame gewonnen. Volgens mij, daar hebben we onze drankjes aan te danken en zo. We krijgen altijd aan het eind. Na verloop van tijd krijgen we wat drinken gesponsord. Dat is altijd wel leuk om de avond mee af te sluiten. En alles wat ze brengen komt volop? Nou, over het algemeen komen wij een heel eind. Jazeker, ja. Het wordt hoe langer hoe gezelliger na verloop van tijd. Hè? Maar wat is jullie onderwerp van de wagen? We zijn bezig met een wagen over Asterix en Obelix. Aan de koffie, jullie weten dat het over 3 weken Rode Markt is? Oh, 3 weken al? Dat meest toch niet. Nou, mogen we het even uitstellen? Ja, liever wel. Kijk maar eens even hoe de verk in het heel zit. Of is al kloor, dat kan ook natuurlijk. Hier wordt ijzer gebogen met blote handen. Ja, dat gaat even het snelste, hè. Oh, normaal heb ik een pen voor. Ja, dan krijg ik de ronding wat mooier, dus dan doe ik het gauw zo in. Maar hoeveel meter draad zit in dit bouwwerk? Nou, wat zal het zijn? Ik denk, ik heb geen, ja. Veel? Ja, 40, 50 meter wel, denk ik. En als het straks klaar is, wat gaat het voorstellen? Het moet een bak gaat het voorstellen. En we hebben verschillende soorten, klein, groot. En dat is, die worden allemaal apart, een soort hout van gemaakt, zeg maar. En dat gaat allemaal in apart. Dus je denkt aan fietsbanden of houtsnippers, noem maar op. Nou, succes! Ja, dat komt allemaal goed, dankjewel.